Juni is alweer voorbij en dat betekent dat ik weer een money diary video heb. Ik merk dat ik iedere maand het toch een beetje anders aanpak, want ik ben nog steeds op zoek naar een manier wat goed werkt voor dit format. Maar ik denk dat we er bijna zijn. We leven inmiddels alweer in juli. Elke maand gaat enorm snel voorbij. Dat ik soms ook een beetje vergeet om alles bij te houden. Maar in deze video ga ik het wel weer per categorie behandelen. Maar dan toch een beetje anders. Want in de vorige video ging ik per week al mijn uitgaves af en had ik het wel gesegmenteerd in verschillende categorieën, namelijk persoonlijke uitgaves, gezamenlijke uitgaves en zakelijke uitgaves. Nu heb ik andere categorieën gemaakt. Ik heb het namelijk onderverdeeld in abonnementen, persoonlijke uitgaves, eten en drinken. En hieronder valt eten en drinken buiten de deur, eten bestellen, ga zo maar verder. Dan heb ik ook nog een categorie eten en drinken gezamenlijk. Dus wanneer we gezamenlijk buiten de deur eten en drinken gaan halen of eten bestellen. En dan heb ik ook nog een categorie huis en interieur. Dus wanneer ik iets voor het huis heb gekocht. En dan natuurlijk de categorie boodschappen. Dit valt officieel onder gezamenlijke uitgaves, maar ik heb dit gewoon een aparte categorie gegeven. Natuurlijk de categorie Milo, want daar hebben we maandelijks ook kosten voor. En dan hebben we nog een extra categorie deze maand, namelijk vakantie. Want we hadden namelijk een kleine getaway en daarvoor hadden we ook kosten gemaakt. Dus ik zal in deze video een globaal overzicht geven waar mijn geld afgelopen maand naar uit is gegaan. Laten we beginnen met de eerste categorie, namelijk abonnementen. We hebben een Netflix abonnement en dit kost €7,99 per maand en dit account delen wij. En dan hebben we Spotify, dit is een Spotify abonnement voor 2 personen en dat is €14,99. Dan heb ik een abonnement op een audioboek platform en dat kost me een tientje per maand. Dan heb ik mijn sportschool abonnement. En dit kostte mij €43 afgelopen maand. Dan heb ik ook een abonnement voor mijn lenzen. En dit is elke maand €27,33. En dan heb ik mijn kosten van mijn telefoon. Dat is €50,92. En dan hebben we ook onze internetkosten voor in huis. En dat is elke maand €62,92. Dan gaan we door naar mijn persoonlijke uitgaves. En hieronder valt alles wat ik uit heb gegeven voor mezelf. Ik ben afgelopen maand naar de kapper geweest en mijn knipbeurt kostte €30. Dan heb ik een redelijk dure aankoop gedaan. Ik ben meegegaan in de hype. Ik heb namelijk een Stanley fles gekocht voor mij en mijn vriend. En dit was in totaal bijna €100. Een rib uit mijn lijf. Maar ik moet zeggen, ik maak elke dag gebruik van een waterfles. En als je dit elke dag gebruikt voor een hele lange periode, dan vind ik het meer dan je geld waard. Anders ben ik toch al een persoon die elke keer weer een waterfles van een paar euro koopt. En dat stapelt zich ook op. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe lang deze dan meegaat. Dan heb ik een tas gekocht. En deze tas kostte me maar een tientje. En ik ben er helemaal dol op. Het is mijn nieuwe werktas. En voor €10 vind ik het echt een prima dingetje. Dan heb ik ook nog een sleutelhanger van een bloemetje. Die heb ik uiteindelijk aan de tas gehangen. En deze kostte €2. Dan was mijn concealer op. Dus ik had 2 concealers gekocht. En die was in totaal €8,90. Dan had ik mezelf een nieuwe ring cadeau gedaan. En deze ring heb ik bij een merk gekocht waar ik voor een lange tijd ook freelance werk voor heb gedaan. En omdat ik de eigenaresse heel erg goed ken, had ze mij korting gegeven. En uiteindelijk was ik €170 aan kwijt. Dan had ik ook wat kleding besteld. Een aantal zomerse items. En dit was in totaal €40,17. En mijn laatste persoonlijke aankoop van deze maand was mijn nieuwe zonnebril. En deze was volgens mij ook in de korting. En uiteindelijk was hij €120. En de laatste persoonlijke uitgaven van de afgelopen maand waren mijn OV-kosten. En die waren €40,83. Dan gaan we door naar de categorie eten en drinken. Ik vind het heerlijk om uit eten te gaan, buiten de deur te eten, eten te bestellen. Eten is echt een groot deel van mijn leven. Je kan me echt blij maken met eten. En wanneer ik met mensen afspreek, vind ik het ook altijd leuk om ergens te gaan eten. Vandaar dat ik ook met een vriendinnetje uit eten ben geweest. En in totaal
was mijn deel van het diner 45 euro. Dan ging ik nog bij een poolbar een drankje doen. En in totaal was ik daar 7 euro aan kwijt. Dan ben ik ook langs een bageltentje geweest. En daar heb ik een bagel en een koffietje gehaald. En in totaal was dat 13,75 euro. Toen was ik ook met een vriend uit eten geweest voor zijn verjaardag. En ik had het volledige diner betaald als cadeau voor zijn verjaardag. En in totaal was ik 60 euro kwijt. En dat was nog niet alles. Ik was nog een keer uit eten geweest, namelijk bij Loetje. Dan gaan we door naar de volgende eten en drinken categorieën, maar dan van mij en mijn vriend samen. We hadden bij de Laplace geluncht en in totaal voor 2 broodjes en 2 koffies waren we 22 euro kwijt. We waren afgelopen maand, toen we onderweg waren, ook nog even naar de Starbucks geweest. We hadden allebei een koffietje, een puppuccino voor Milo en allebei een lemon cake. En dat was in totaal 18,22 euro. Een van mijn guilty pleasures is eten bij de IKEA. Dus wij waren daar afgelopen maand bezig lunchen. En voor 2 personen was het 24,54 euro. Dan hadden we bij de foodhallen ook nog de maki gehaald. We hadden 3 rollen en in totaal was dit 18,95 euro. We hadden ook een lunchdate bij Bagels & Beans. En voor 2 bagels en 2 drankjes waren we 22,80 euro kwijt. Toen hadden we een brunchdate bij Chun, een best wel populair plekje in Amsterdam. En we hadden 2 broodjes en 2 drankjes. En dit was in totaal 39,70 euro. De broodjes waren ook echt flink en ik vond het meer dan waard. Dan hadden we samen een overpriced stroopwafel. Dit kostte ons 9 euro. Ja, op de markt kan je stroopwafels voor 3 euro halen. Het was lekker voor een keertje, maar ik vind het eigenlijk belachelijk veel geld voor een simpele stroopwafel. We hebben ook nog mochi-ijs gehaald. Mochi-ijs is echt één van mijn favoriete ijs. En dit kan je bij een toko halen in Chinatown in Amsterdam. Dus daar kom ik ook wel regelmatig. Ik weet niet meer exact hoe duur het was. We hadden 4 mochi-ijsbolletjes en volgens mij was dat iets van 6 euro. En dan gaan we door naar de volgende categorie. En dat is de categorie huis, interieur. Als eerst hadden we nieuwe tandenborstels besteld. We hadden echt al jaren dezelfde elektrische tandenborstel. En ik dacht, weet je, hij is wel toe aan vervanging. Dus voor 2 tandenborstels hebben we 74 euro betaald. Ik hoefde echt niet de meest luxe, fancy elektrische tandenborstel te hebben. Aan de ene kant is het wel leuk om zo'n snufje, technisch snufje te hebben. Maar dit doet ook gewoon zijn werk. Dus we hebben dit. Dan waren we naar de IKEA geweest. En in totaal hebben we daar 122 euro uitgegeven. Maar naast ons bezoekje bij de IKEA hadden we ook nog iets online besteld. Want dat was niet meer op voorraad. En dat was namelijk een bureaustoel. En deze kostte 279 euro. Dan had ik een nieuwe lamp besteld. Dit was, om eerlijk te zijn, een hele kleine impuls aankoop. Ik zag het voorbij komen en denk, ik wil dit. Ik weet nog niet precies waar ik het in huis ga plaatsen. Maar ik vind het wel leuk sfeerverlichting geven. En dit was 70 euro. En dan had ik ook nog iets voor de keuken gekocht. Namelijk waar je bakpapier, aluminiumfolie, vershoutfolie in kan opbergen. En dan gaan we door naar de categorie boodschappen. We hebben afgelopen maand echt meerdere keren boodschappen gedaan. We hebben boodschappen besteld, gehaald bij de winkel. Maar voornamelijk besteld. We bestellen 9 van de 10 keer onze boodschappen bij Picnic. Wat ook heel erg handig is. Gemiddeld zijn we 40 euro per keer kwijt. Maar het ligt er ook aan. Soms slaan we echt heel veel dingen in één keer in. En soms moeten we maar een kleine boodschap doen. En dan gaan we door naar de categorie Milo. Milo is echt een enorm verwende hond. We hebben echt alles voor hem over. Het verschilt echt per maand hoeveel we aan hem uitgeven. Ik ben zo'n persoon die het heel erg leuk vindt om nieuwe speeltjes en knuffeltjes voor hem te kopen. Ook omdat hij ze best wel vaak sloopt. Dus vaak zijn speeltjes ook wel toe aan vervanging. De eerste aankoop zijn dan ook knuffeltjes. Ik had 3 knuffels voor 19 euro gekocht. En dit zijn echt zijn favoriete knuffels op dit moment. Super leuk om dat te zien. En wat ik heel erg fijn vind aan deze knuffels, dat heeft geen vulling. Voorheen hadden we voornamelijk knuffels met heel veel vulling erin. En die sloopte hij dus regelmatig. En dat vind ik ook gewoon zonde. En dat vind ik hartstikke zonde. Dus toen kwam ik deze soort knuffels tegen. En deze sloopt hij niet. Nog niet in ieder geval. Dus dat was een hele goede aankoop. Dan moesten we ook nog even naar de dierenarts met hem om een pilletje voor hem te halen voor ontvlooiing. En dit was bijna 50 euro. Dan had ik tussendoor ook nog een snackie gehaald. Dit was 3 euro. En dan hebben we weer een knuffel. Deze knuffel was 6 euro.
Maar deze heeft wel vulling. En deze had ik eigenlijk al eerder besteld, maar kwam wat later binnen. Hij is hierop op. Hij heeft wel nog een andere dino knuffel. Die heeft hij nog niet gesloopt. Dus ik hoop dat deze ook nog wel lang zal leven. Maar ik vind dino's helemaal geweldig en hij ook. Dus vandaar deze dino knuffel wel met vulling. En dan hebben we nog een aantal andere snackies en nog een andere knuffelvorm gehaald. En dit was in totaal €15,27. En dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste categorie. En dat is de categorie vakantie. We hadden even de behoefte om erop uit te gaan. We waren een aantal dagjes weg gewoon in Nederland. En het vakantiehuisje wat we hebben geboekt voor 3 nachten was in totaal €383. Volgens mij was er ook nog een actie. Vandaar dat het zo relatief goedkoop was. Of althans, ik vind het toch wel meevallen voor een huisje op een vakantiepark. Want ik weet dat het best wel prijzig kan zijn. En tijdens de vakantie hadden we ook nog wat geld uitgegeven. We hadden vooraf ook wat boodschappen gedaan. Dus dat reken ik er niet in mee. Maar tijdens de vakantie hadden we ook materiaal voor de hot tub gekocht. En dat was in totaal €25. Dan zijn wij ook naar de Veluwe geweest. En daarvoor moest je entree betalen. En we hadden ook nog een parkeerkaart. En de totale kosten daarvan waren €32,75. Dan hadden we eten afgehaald bij het restaurant in het vakantiepark. En voor 2 personen was dat €34. En dan moet je zeggen, we kregen aardig wat. Dus het was het meer dan waard. Dan waren we wezen lunchen bij een pannenkoekrestaurant. Voor 2 pannenkoeken, 2 drankjes en een toetje was dat gezamenlijk €49,40. Dan waren we nog een keer buiten de deur wezen lunchen. En voor 2 broodjes en 2 drankjes en fooi. 9 van de 10 keer gooien we er ook nog fooi bovenop. Ja, en dit bedrag was in totaal €42. Dan hadden we een ijsje gehaald. En 2 ijsjes waren in totaal €4,40. En dan sluiten we af met een diner. En dat was voor 2 personen €55. En dat was dan een overzicht van mijn uitgaven van de maand juni. En ik ben ook al benieuwd of jij je maandelijkse uitgaven bijhoudt. Of je een beetje inzicht hebt van waar je geld naartoe gaat. Laat het vooral hieronder in de reacties weten. En dan wil ik je voor nu bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!